En welkom bij een nieuwe vlog hier op It's Ultrex, de enige echte. Het is maandag vandaag en de eerste werkdag van de week zit er weer op. Ontzettend slecht weer gehad vandaag, alleen maar regen. Echt een druilerige weer. Vergeleken met gisteren toen het toch best wel lekker was. En ik dus lekker naar het Kralingse Bos ben geweest. Jullie hebben de vlog van gisteren kunnen zien. Is het vandaag echt pet. Echt hartstikke slecht weer. En veel regen. Nou, ik heb dus weer de eerste dag gewerkt. En ik heb even de kachel gezet. Poesjes zijn er weer. We zijn weer blij dat ik er weer ben. En ik ga vanavond denk ik nog wel eventjes een livestream van Grand Theft Auto 5 opnemen. Ik ga vanavond echt, en dat wil ik vanavond echt gaan doen, de opname maken van wat er allemaal in december te wachten staat. En ik wil ook gaan beginnen deze week met de afleveringen maken die jullie dus in december kunnen zien hier op dit kanaal. Een terugblik op 2017 in het programma Dit Was 2017. Dus dat staat er allemaal nog te wachten. Er komt nog een Efteling vlog natuurlijk. 12 december gaan we erheen. En mijn verjaardag komt er nog aan. Dan ga ik ook uiteraard ga ik dat filmen natuurlijk. En voor de rest komen er nog wel leuke uitstapjes. Ik ben de hele maand vrij. Dus ik heb nog wel genoeg tijd om naar leuke plekken te gaan. Om daar opnames te maken. Nou, ik heb niet echt veel te melden. Ik hoop in ieder geval dat jullie de vlog van gisteren leuk vonden. Laat even een berichtje achter in de comments wat jullie van de wandeling in het bos vonden. Dan kan ik een beetje kijken van dat jullie dat leuk vinden. Of dat er animo voor is. Zo ja of nee. Daar ben ik wel eigenlijk benieuwd naar. Dat jullie er een beetje interesse in hebben in zulke video's. Ik ga weer even hangen. Ik ga nog eventjes wat dingen doen op de computer. Ik ga even kijken of dat ik al een opnametje kan maken. Ik heb nog een uurtje, dus dat moet makkelijk kunnen. In een uurtje tijd, daar iets minder dan een uur, maar dat red ik wel. Dus ik wil toch nog even kijken of dat ik nog even een leuke video kan opnemen voor aankomende december. Ik spreek jullie allemaal dadelijk weer. Tot zo. Zo, en het is al 6:30 geweest. Ik ga het even een hapje eten. En de aankondigingsvideo, jullie hebben hem vorige week gezien. Die is gelukt. Ik weet even nog niet wanneer ik hem ga posten. Of dat ik dat vanavond al doe, of dat ik dat morgen ga doen. Maar het is in ieder geval gelukt, jongens. Eindelijk staat hij erop. Het heeft zo lang geduurd. Ja. Ik heb natuurlijk problemen gehad dat het in het begin even niet lukte. Oh, het eerste deel is al klaar. Ik moet nou alleen nog een beetje de achtergrondmuziek erbij monteren. En dan is het gelukt. Heb ik eindelijk de video online. Ja, we hebben ook problemen gehad in het begin eventjes. Waren natuurlijk eventjes dingen wat ik fout gedaan had en zo. Maar nu heb ik hem er perfect in één keer eigenlijk opgekregen. Ging eigenlijk nog makkelijker dan dat ik dacht. En het editen is ook heel erg vlot verlopen. Ik hoef nou alleen nog maar de achtergrondmuziek erop te zetten. En ik moet nog even de vlog van gisteren nog even in elkaar flansen. Die hebben jullie vorige week gezien. Of die hebben jullie gisteren gezien. En die moet ik nu nog even in elkaar zetten. Maar dat is ook zo gebeurd. Want het is een hartstikke leuke vlog geworden. Ik weet zeker dat jullie gisteren genoten hebben ervan. Dus we komen helemaal goed. Zo, ik ga even de telefoon even opnemen. Ik moet even de spullen hebben. Zo. Allemaal een hoop gedoe allemaal. Ik ben al zo vreselijk laat. Even kijken hoor. Dan moet ik even hem op zo doen. Perfecto. En dan doe ik hem even zo. Dan zet ik hem even op afsluiten. Zo. Even de computer uitzetten. En dan is dat ook allemaal weer gelukt. Wat heb ik nog meer voor spullen nodig? Meer spullen heb ik niet nodig. Ik heb mijn petje moet ik meenemen. Mijn aansteker. Dat heb ik mijn aansteker nou weer gelaten. Ik ben ook altijd alles kwijt. Altijd. Het is altijd zo irritant bij mij. Hè? Ik ben altijd alles kwijt. Nou, dan moet ik weer gaan lopen zoeken. Nee, zie je, hij zit gewoon toch wel in mijn zak. Nou, mijn Walibi pauperbril heb ik voorlopig niet nodig met het koude weer.
Wel mijn mutsje neem ik even mee. Ga ik even de jongens even gedag zeggen. En dan ga ik er weer vandoor. Ga ik even op je eten, mijn moeder. En dan vanavond ga ik lekker livestreamen. Liggie staat aan hier aan deze kant. Dus dat is allemaal weer goed. Zo. En dan spreek ik jullie allemaal dadelijk weer als ik terug ben van het eten. Tot zo. Zo, en het is inmiddels 9 uur. En ik had eigenlijk al 2 minuten geleden online moeten zijn. Want ik heb met Joost afgesproken om vanavond nog een livestream op te nemen. En dat ga ik nu ook doen. Ik ga even de laptop pakken, de spullen pakken. En dan ga ik nog even lekker eventjes een uurtje of zo, anderhalf uur. Ga ik nog even lekker Grand Theft Auto 5 spelen. Ik heb een hele hoop gedaan. Ik heb de video Feyenoord VVV Venlo heb ik online gezet. Daar ben ik nu mee bezig. Ik heb net de aankondigingsvideo opgenomen. En ik heb hem ook gerenderd. Dat hij helemaal klaargemaakt, geëdit, gerenderd. En die staat inmiddels ook online. Die hebben jullie vorige week gezien. Dus ik heb een hoop YouTube werk gedaan. Ik heb er even snel even wat reacties beantwoord. Ja, sorry dat ik niet altijd gelijk antwoord geef op mijn comments in de filmpjes. Maar ik ben af en toe ook een druk mens. En ik heb het af en toe ook vreselijk druk. Ja, ik werk natuurlijk overdag. En dan 's avonds moet ik ook nog wel eens wat dingen op mijn YouTube kanaal doen. Zoals vandaag. Vandaag was het even gekkenhuis. Ja, hopen een video opgenomen, geëdit. De Feyenoord vlog heb ik vanmiddag even in orde gemaakt. Die staat nu ook online. En, of die is nu aan het uploaden, maar die is ook klaar. En dan, als die nu klaar is, dadelijk met uploaden, dan is dat ook weer gebeurd. Dan moet ik alleen nog de vlog van zondag eventjes, die jullie zondag gezien hebben, moet nog even maken. En ik ga hem nu even neerleggen. Ik ga lekker even Grand Theft Auto spelen. Ik ga even de spullen pakken. Daar komt hij weer. De laptop, daar legt hij. Kijk, daar heb je hem toevallig. Zo, ik ga even de laptop op mijn mutsje. Kijk, mooi mutsje altijd. Hardcore mutsje. Daar ben ik altijd ontzettend blij mee. Zit zo ontzettend lekker. 100% hardcore. Dat is mijn favoriete mutsje. Om op te doen als ik het koud heb. Voor de koude dagen. Dan heb ik altijd op mijn werk aan. Dribbel die denkt. Hé, je bent me wakker aan het maken. Ik neem maar weer gelijk de benen. Hé, Dribbel. Wat is het toch allemaal, hè? Wat doet Basie nou allemaal weer? Vindt hij jou weer te plagen? Hé, oude vriend. Hé, oude vriend. Hé, oude poes. Hé, Drippie. Kijk nou. Kijk eens in de camera. Lach eens even. Ja, dat zou wat wezen. Zou wat wezen, hè? Dat hij nou ineens. Dat je tegen hem zegt van. Zeg eens even wat, Dribbel. En dat hij ineens een heel gesprek. Dan sta je toch raar op je neus te kijken. Het gaat weer helemaal nergens over, dit. Het gaat weer helemaal nergens over. Nou, mijn PlayStation staat een beetje. Mijn PlayStation staat een beetje. Scheef. Dus ik moet even goed zetten. Eerst even de televisie aanzetten. Zo. PlayStation on. De laptop die gedaan. Ik heb volgens mij. Pas geleden heb ik hem. Heb ik de batterijen opgeladen. Dus ik denk niet dat ik gelijk de batterij hoef op te laden van mijn laptop. Ik denk dat die gelijk goed staat. Ja, ik vind het toch een heerlijk laptopje. Ik heb er toch een hoop plezier van. Ik heb hem al, nu al best wel vaak gebruikt. Bij al mijn livestreams gebruik ik hem. En ik heb hem op vakantie meegenomen. Ik ben echt blij met mijn laptopie. Ik heb er geen spijt van dat ik die gekocht heb. Wat ben ik daar blij mee? Ik heb een keer een iPad gekocht. Dat was minder. Dat heb ik maar een paar keer aangekeken. Ik ben niet echt van de iPads. Maar mijn. Laptop hier ben ik gewoon heel erg blij mee. Gebruik ik heel vaak. Dus vandaag. Nou, eens even kijken. Nou, het staat op HDMI-site, dus hij moet het nu doen. Hij doet het ook. Kijken of dat Joost al online is.
Even kijken. Blablablop. Blop. Iep. Iel. Waar is die? Waar is gewoon Joost? Nergens is gewoon Joost. Want hij is nog niet offline. Online. Nou, heb ik daarvoor snel lopen haasten en zo. Hij is zelf ook nog niet online. Nou ja, ik ga in ieder geval de livestream even starten. Want ik heb alweer genoeg tijd verloren. Ik ga de livestream starten. En als ik dadelijk klaar ben, dan spreek ik jullie weer. Dan zet ik de camera nog eventjes aan voor de grande finale altijd, hè. Ik spreek jullie allemaal dadelijk weer. Tot zo! Zo, het is inmiddels 12:30. Ik ga naar mijn bedje toe. Ik ben het zat voor vandaag. Ik heb nog even 2 uur live gestreamd met Joost. Rob was er ook nog heel eventjes. En was reuze gezellig. Ik zie hier nog mijn jas hangen. Die moet ik even opruimen. En dan ga ik weer richting mijn bedje. Morgen weer werken. En ik hoop morgen, ja, het zou morgen hetzelfde weer zijn, maar ik hoop het niet. Ik hoop dat het droog blijft. Want, oh, ja, ik hoop dat het droog blijft, want weer een dag stil te zitten schiet ook niet op. En deur op slot gooien. Nou, inmiddels staat de vlog van Kralingen. Kralingse Bos staat ook in de stijgers. En als ik die gedaan heb, dan ben ik in ieder geval weer al een heel stuk verder. De vlogs door de week zijn meestal altijd wel wat kleiner, omdat ik dan natuurlijk minder tijd heb en zo om op te nemen. Dus wat dat betreft heb ik toch wel weer het ergste gehad. Ook alles staat al online. Dus er staat alles al klaar om op de dag van het publiceren dat die online is. Je kan via YouTube kan je dus video's van tevoren plannen. Echt reuze makkelijk. Daarom kan ik ook vlogs om 3 uur online zetten. Want om 3 uur ben ik natuurlijk nog op mijn werk. Maar met de planning kan je dus ook de tijd inschakelen. Hoe laat je een vlog online wil hebben. Het is echt reuze makkelijk. Anders had het niet gelukt natuurlijk. Want 3 uur ben ik nog op mijn werk. En dan kan ik geen video uploaden. Dus wat dat betreft, ik vind dat echt een, ja, ik vind dat echt een wereld oplossing dat kan. Ik vind dat zo makkelijk. Ik ga wel eens even de gordijn dichtgooien. Ik moet de telefoon even in de oplader gooien. En dan kan ik eigenlijk lekker een beetje toe. Want ik ben wel toe aan een beetje rust. Ik ben best wel moe. Ik heb vanavond niet echt tijd gehad om even uit te rusten. Ik heb natuurlijk nog GTA gestreamd. Maar ik heb er trouwens wel weer een stuk of 4 abonnees bij. Dat is wel geweldig. 2 kennissen van me. Of 3 kennissen van me zelfs. Echt geweldig. Carolien, Carlos Vilbrand en Miranda Vilbrand. Hartstikke tof dat jullie abonnee zijn. Vind ik echt hartstikke gaaf. En wat ik ook wel even wou zeggen. Ik kreeg een ontzettend leuk, lief en aardig berichtje. Op mijn mededeling die ik dus vandaag geüpload heb. Van de Tilburgse mannen. Klasse jongens. Ik ga het morgen zeker weten. Ook even bij jullie even op het op abonneren drukken. Er stond iets op van wij zijn ook op je geabonneerd. En je hebt een duimpje omhoog dik en dik verdiend. Je maakt leuke video's. En je bent weer een abonnee rijker. En ja, ook het abonneeschap
Heb je dik verdiend. Nou, dat vond ik hartstikke leuk. Natuurlijk om te horen. Dus Tilburgse mannen, ik heb alvast een heel klein stukje heb ik alvast zitten kijken. Ik ben zelf ook nog bezig met video editen, dus ik heb even momenteel niet zoveel tijd om even video's van anderen te bekijken. Maar hartstikke tof, jongens. En ik ga het zeker ook op jullie abonneren. Dat gaat zeker gebeuren. Dus vandaag. Ik ben weer een beetje kortademig. Ik ga het echt naar mijn bedje toe. Ik ben het echt zat. Dus ik zou zeggen, ik rond het hierbij af. En ik zou zeggen, vonden jullie deze video leuk, jongens? Doe dat blauwe duimpje de lucht in. Als je nog niet geabonneerd bent, abonneer op mijn kanaal. Druk even op het belletje. Dan krijgen jullie een melding als er weer een nieuwe video, livestream of een nieuwe video dus weer online is. Ik bedank jullie allemaal voor het kijken. Terwijl Dribbel heel lief... Kijk, Dribbel zit heel lief te kijken. Dribbel. Dribbel. Kijk, daar komt hij hoor. Daar heb je Dribbel. Oh. Is er een lekker poesie. Moet ik het even zo doen? Dat is makkelijker. Zo. Dan kan ik hem mooi inzoomen. Wat ben je toch een mooie poes. Dribbel. Kijk nou, een lekker oogjes. O, vriend, wat is het dan allemaal? Boep. Dus ik zou zeggen, jongens, iedereen de groetjes. En ik spreek jullie morgen weer bij een nieuwe vlog hier op mijn kanaal. Jongens, allemaal bedankt. De groetjes allemaal. En jullie weten het, skabadi, skabadoe, skabadabadoe.